Hi iedereen en welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag heb ik echt een hele grote shopblog. Maar dat komt omdat het een collectief shopblog is en niet gewoon een shopblog van ben een dagje bij shoppen, dit heb ik gehaald. Maar ik ga dus beginnen bij wat ik echt best wel een tijdje terug heb gekocht. En dan gaan we steeds dichter naar wat ik pas heb gekocht. En ik hoop dat jullie het leuk vinden en dan gaan we nu beginnen. Nou, als eerst beginnen we bij deze broek. Deze komt van de H&M. Ik koop heel veel kleren bij de H&M. Het is niet normaal meer. Maar dat is dus ja, gewoon een spijkerbroek met gaten. Die zitten dan bij je knieën, geloof ik. Deze is gewoon super leuk. Ik heb hem al best wel vaak gedragen. Dan een trui. En ik heb heel veel truien gekocht de laatste tijd. Het is een grijze trui en er staat op Team Internet. En deze komt ook van de H&M. Heel veel komt van de H&M. Maar deze heb ik dus ook super vaak gedragen. Hij is super lekker en van binnen is hij ook heel erg warm. Ik weet niet of je het kan zien. Maar het is een heel lekker stofje daarbinnen. En vooral in de winter is het heel lekker omdat het super warm is. En deze ga ik ook heel vaak dragen. Dan nog een trui, ook van de H&M. Kijk, hier hangt hij. En deze is zwart. En er staat op Love More en dat betekent lach meer. En dit, zeg maar, die kraag komt wel een beetje zeg maar, in je nek, maar ik vind het wel leuk staan. Dus deze komt ook van de H&M. Maar deze is super leuk. Ik ga deze ook super vaak dragen. En gaan we nu door naar het volgende. En, dan moet ik echt even kijken. Ik denk dat deze is. Wee! Er zit een haar vast. Dit is een grijze broek. Hij komt van Alice Mode, niet van de H&M. Deze heeft ook een soort van gaten erin of zo. Het zijn niet echt gaten, maar het is gewoon gescheurd. En deze is super leuk. Hij is high-waisted volgens mij, maar weet je, hij zit super lekker. En deze heb ik ook super vaak gedragen. En deze staat echt bijna over een leuke opmerking. Want ik had nog nooit een grijze broek gehad, maar nu ik er een heb, merk ik wel echt dat het dus echt super fijn is om in je kledingkast te hebben. Dus ik raad echt deze grijze broek aan, want hij zit zo lekker. Dan deze schoenen. Ik heb er nu één, maar de ander ligt er ook. Oh, dan moet je andersom. En deze zijn van Timberland. Deze heb ik ook in mijn favoriete video laten zien. Ik heb hem laten zien, maar nu laat ik hem gewoon nog een keer zien. Ze zijn zwart. Dat zal van dichtbij zien. En deze zijn super leuk. Ik heb ze super vaak gedragen al. Ze staan ook echt bijna overal leuk. Bij groen, bij ja, gewoon overal eigenlijk wel. Want zwart kun je bijna overal mee combineren. En ik moet even hoesten. Dus deze zijn ook super leuk. En deze heb ik vaak gedragen. En die ga ik nog heel vaak dragen. Dus hier ben ik ook heel erg blij mee. Dan gaan we door naar het volgende. En dat is deze. Deze bordeauxrode trui. Deze komt wel weer van de H&M. Maar H&M is gewoon een leuke winkel, jongens. Het is gewoon lekker basic en dat is gewoon mijn ding. Bordeauxrood. Deze weet ik wel. Hij was 10 euro. Dat is best wel goedkoop. Maar hij is super leuk. En hier is maar, bij het einde heeft hij zo'n split of zo noem je dat. Ik weet niet hoe je dat noemt. Maar dat staat in ieder geval heel leuk. En hij zit super lekker en hij is warm. Voor maar 10 euro. Dus lekker goedkoop, maar ook super leuk. Door naar de volgende. De volgende. Dat zijn ook de laatste twee. Deze heb ik pas nog gekocht. En deze komen alle twee van de Pull & Bear. Dat is namelijk deze en degene die ik aan heb. Maar eerst even deze. Deze is lichtblauw. En hij is super leuk. Ik wilde hem eerst een soort van roze-achtige kleur. Maar die was helaas niet meer in mijn maat. Dus hebben we maar lichtblauw gekocht. En hij is super. Maar hij zit super lekker. Hij is super warm. Dus deze is ook super fijn voor in de winter. En hij staat ook heel leuk op die grijze broek. Even kijken waar ik hem nou weer heb gedaan. Ja, kijk. Het staat super leuk. Het staat gewoon leuk. Dus ik ben er heel blij mee. Pull & Bear, topwinkel. Nou, dan de trui die ik aan heb. Ik zal het maar erachter doen.
deze is donkergroen. En deze heeft hier op de mouwen, heeft hij hier, het is donkerblauw, maar het lijkt zwart. Heeft hij hier een donkerblauw streepje. En hier witte streepjes. En die gaat hier dan zo verder. En hier ook. En ik vind hem super leuk. Hij is super lekker. Ik heb hem nu al 2 dagen aangehad. En ja, ik ben er weer super blij mee. Deze is ook van de Pull & Bear. En deze is gewoon goed. Is gewoon top. Helemaal top. Dus ja, met deze trui ben ik ook super blij. Maar dit was de video alweer. Misschien een beetje kort. Maar ik hoop toch wel dat je hem leuk vond. Als je hem nou leuk vond, druk dan het blauwe duimpje omhoog. En abonneer het kan hieronder. En dan zie ik jullie bij de volgende video.